muziek, de pure muziek, die is vrijdagavond hier in deze ring. En dat is voor Latijn toch een heel mooi podium om zichzelf te laten zien. Maar goed, zover is het nog niet, want de lichte toerrubrieken zijn nog sterk bezet. Ik denk dat iedereen die de laatste tijd de lichte toer gevolgd heeft, die weet dat Edward Gal een fantastisch paard heeft. En die wint dus alle lichte toerrubrieken. Dus er is zeker wel wat concurrentie. En dat is ook alleen maar mooi, maar ik hoop me dus te kunnen kwalificeren voor die keurmuziek. Nu de ring, Danitska. Dat is de achterste. Ze rijdt door Kasmir. Kasmir is 16 jaar. Een afstammeling van Vrueling. Danitska rijdt Z, hè? Oké. Okay. En dan hebben we daarvoor hebben we Tara, de donkere schimmel. Tara rijdt op Veraldo, dat is een Ronaldo van Linkenburg. 6 jaar. En rijdt ook al als Z op het moment, Tara? Ja? Z1? Oké. Okay. Ik heb er wel eens wat over je paard gehoord, dus ik ben benieuwd. En voorop Jacobien met Wanda Heet. En Wanda Heet is een 6-jarige nakomeling van Sandro Heet. 5. Wanda, ja, dat kunnen we niet. Oké, dan hebben we korte tijd, dus ik wil voorstellen dat jullie een klein beetje. Jullie hebben al een beetje losgereden, hè? Ik begreep. Dus ga je gang, ik zou zeggen, draag maar aan. En dan ga ik meteen vertellen wat ik vanavond hoop te kunnen laten zien, of in ieder geval wat ik jullie uit wil leggen. Dressuurrijden draait natuurlijk allemaal om de communicatie met je paard. In de verschillende voorselecties is het al ruimschoots naar voren gekomen. Ik heb iedere keer verteld over waar dressuur in mijn ogen om gaat. En dat is dus de communicatie, de controle die je daarmee hebt. Op het moment dat je een goede communicatie hebt met je paard, kun je ook meer controleren. En die communicatie die moet van twee kanten komen. Hè? Het is niet alleen dat jij iets zendt naar je paard en dat je paard moet gehoorzamen. Het is ook zeer zeker dat je probeert om je paard aan te voelen en te kijken van goh, hij geeft dit signaal, hij geeft dat signaal. Het kan betekenen dat hij vermoeid is, of dat hij heel fit is, of dat hij het naar zijn zin heeft, of dat hij het eng vindt. Ik moet zeggen dat de paarden hier wel rustig lijken zo. Hè? Een mooie rustige zomeravond. Ik kan je vertellen dat Onrijd dat niet altijd vindt. Onrijd vond het hier wel altijd behoorlijk spannend. Maar goed, ook daar krijg je de tijd voor. Je krijgt altijd de tijd om de dagen voor de wedstrijden een beetje los te rijden in de hoofdring. Maar goed, die communicatie begint dus met het eerste gesprek eigenlijk op het moment dat je op je paard stapt van goh, hoe voelt hij zich vandaag? Dat je even aftast hoe de vorm van de dag is en wat je die dag kunt vragen. Je kan natuurlijk wel een planning maken, zeker als je op wat hoog niveau rijdt, werk je ook echt wel met een bepaalde trainingsplanning, trainingsschema's. Maar je moet je toch altijd een beetje aanpassen aan je paard, want schema's werken niet altijd. Je kan niet zeggen vandaag ga ik hard trainen en morgen doe ik het rustig aan, want misschien voelt ze vandaag wat minder fit. En morgen is hij weer wel heel fit, weer beter morgen wat meer. Maar die communicatie begint ook op het moment dat je aan het rijden bent met het vragen van iedere keer nieuwe dingen. Hè? Dus iedere keer vraag je verschillende reacties. En het is heel belangrijk als ruiter om die reactie dan weer te interpreteren en daar wat mee te doen. Dus om een voorbeeld te geven. Ik zal even gaan naar Jacobien. Probeer nog eens een paar keer een overgang draf galop en galop draf te maken.